liefst zeggen, het leven is een feestje. Maar dat is al lang een utopie. Doe blijf zeggen, het zijn steeds meer minuten. Maar ondertussen stijgen ze overal in de rie. Het leven bestijd doet wachten, daar is niks aan te doen. Wachten bij de kassa of gewoon aan de telefoon. Doe blief zeggen, wij weten niet meer beter. Wij stonden al gaars niet meer bij stil. Neem eens die zich druk meugt of te kwaad werd. We stonden netjes in de rie, uit vrije wil. Want het leven bestijd doet wachten, daar is niks aan te doen. Wachten bij de kassa of gewoon aan de telefoon. Doe blief zeggen, dit kan toch zo niet doorgaan. Door dat wachten komen wij tijd tekort. Doe reuk zijn tijd nooit, krijg er dikke stress van. En wij nog overspannen, help me lot. Het leven bestijd doet wachten, daar is niks aan te doen. Wachten bij de kassa of gewoon aan de telefoon. Maar eigenlijk is dat wachten einde zeggen. Tijd blijft over als het soepel gaat. Want lege tijd zorg je alleen maar voor problemen. Met heibel en discussies en veel gekrijt. Dus blijven wij lekker wachten. Het is een fluitje van een cent. Gezellig in de rie en iedereen die is content. Wat een doop, hè? Ja, inderdaad. Hé, dat is. Ik denk dat er dat is. Dat kan niet gebeuren. Kijk, meester, dat zal ze hem hebben. Dat ja, is toch? Ik denk dat ook. Dat is, ja, dat is de ambtenaar van de gesubsidieerde zaken, volgens mij. Ja, ja. Ja. Of moet nee, even. Nee, dat is maar. Ja, dan nou, af. Ja, nou, kom op, dan doe ik hem af. En zus, kom ik ook met. Ja, no, hallo. Zo. Zo, ja, goeiedag. Oh, goeiemiddag. Ja, op die borden hier, dat ze hier ook een afspraak hebben maken. Klopt dat? Ja, normaal maken we een afspraak via, op het internet. Ja, ja. Via ludal.nl/afspraken. Ja. Maar aan de receptie kan dat eventueel ook zeggen. Is goed. Ja, 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 goed. Ik kom subsidie aanvragen. Ja. Kijk, want we hebben een idee van om nog een keer een gokkel op te gaan treien. Zeker zo van Stichting Puigoed. Om nog een keer een culturele activiteit te organiseren in La Rochelle. En hebben we gedacht, van, daar kunnen we toch wel subsidie voor krijgen. Ja, precies. Subsidie. Een culturele activiteit in Rochelle. Ja. Moet niet gekker weer. Ha, 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 ha. No, no, no.
Ik schud de buik ervan. Ja. Dit is zeker de leukste toes. Ja. Jongen, jongen, jongen. Bios en Roggel is meer cultuur als Björk in gans heetse bijeen, inclusief in de Zua. Bombardon. Zoa. Denk er maar goed aan. Super. Nou ja, bedoel je niet, het was maar een grapje. Oh, ja, 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 ik heb het enorm druk, ja, ja. Dus ik zal eens even kijken. Afspraak voor subsidie. Momentje. Morgen. Belachelijk. Bij de tandarts vorige week. Morgen, dinsdag, woensdag. Zijn we een weekendje weg. Met de avond, met het domein. Sorry. Ah ja, hier heb ik een plekje gevonden. Het wordt volgende week donderdag. Om 1400 uur zeggen twee... Die week donderdag? Donderdag? Ja, noem maar bij. Wij zijn van het bestuur van de stichting Peuken. We treffen ons hier toevallig in het gemeentehuis. En dan willen we ook gelijk... We zijn nu hier. Ik bedoel, hoe je ook Ger een aanspraak hebben. Snap je? Volgende week donderdag, dat is nog gedaan. Nee, maar... Je moet weten, we hebben het enorm druk hier. Het gaat eerder. Ik kan toch ook nog niet zomaar even stand te peden hier subsidie uit gaan delen. Alsof dat het weer een broertje zijn. Nee, dat klopt. Ja, dan moeten we nog maar wachten. Wachten tot donderdag. Nou, Betse, nu laat me maar eens even, want dit gaat helemaal fout. Nu moet ze even loesteren, mannetje. Als ze nu niet naar mij loesteren, trek ik de gier van die baan hier, hè? Begrepen? Wij zijn nu hier van de Stichting Peuk met 3 man. Precies. En wij willen nu acuut, helemaal direct, subsidie. En doe eens nu kijken wie veel we krijgen. Begrepen? Dan moet ik aanvraag versneld gewoon behandelen. Maar ik heb het zo ontzettend druk. Ik kom om in mijn werk. En ik kom om in mijn breiwerk. Dat gaan we niet doen. Doe geest mij nu zeggen wieveel subsidie dat we krijgen. En onmiddellijk, begrepen? Nou, onmiddellijk, dat wordt een beetje moeilijk. Maar ik ga wel even kijken of ik een half uurtje... Free kan maken om... Een half uur, en niet langer, geen minuut langer. Begrepen? Okay. Anders kan ik schreeuwen. Ja, oh, en als die gaat schreeuwen, dan pas maar op. Ja. En dan gaat zo nog bij kratsen, hoor, nog in de beste bier van ons. Ja, ja. Zeker. Nou. Goed, ik zal mijn uiterste best doen. Nou, zo duizend dat, hè? Zit jij haal je op, zeg? Maar, jong. En dichtbij te staan. Wat wolst u nu met die grote moelen? Ik dacht, wat zal Lot mijn vrouw gewoon, wat zal die hozen net? Ja, ja. Dat zou ik ook zeggen. Nee, maar wat verdorie zuster zegt, je steekt die min 18, zeg ongelooflijk dat weet je dat geregeld. Echt knap, ja, zeker. Knap, ja, de zuster, de kent zich het met. Ja, dat dacht ik. Ja, dat dacht ik ook zeggen. Maar ja, dan moeten we wel even wachten. Nog steeds, joh. Ja, dat is niet angst. Maar we hangen toch even de show van de types. Ja, daar hebben we toch ook foto's van, of niet? Daar hebben we ook foto's van. Show van de types. Dat is even nog een... 2008 of zo, meen ik, hè, toch? Dat was we ermee, joh. Ja, dat is al een tijdje geleden. Ja, ik kent dan hij eerst met de eerste keer voor het Jozefhoes. Hij heeft toen die groepsfoto met Fredje van Nees in de show. Ja, Fred met de show van naar een zaal. Oh, met dat dicht bevong, joh. Ja, dat is typisch. Schone prins, zei ze toen. Ja, klopt. Heel schone prins en George. Ja, ik moet eens even kijken. Nee, met de mandjes en zo. Mandjes maken. Mogen mijn partij gebruiken als... Ja, we doen nog aan sport. Ja, die doen altijd aan sport. Ja. En zingen. Toen ook al, haar liedjes en zo. Maar joh. Jonge leestels. Kijk, en die zit in de nieuwe zaal. Ja, in de nieuwe zaal. Ja, volgeren. Deden we net wel of dat nog niet. Klopt. Ja, dat klopt. Dan weet ik gewoon nog. Ja, precies. Ja, en de band weer, hè? De band weer. Ja, altijd leuk. Zeker. Oh ja, daar haar en Thijs nog met haar. Met haar? Ja. Ah, die werd je met Thijs. Ja, dat is zeker jammer. Ach ja, en dan hebben we nog Bergen. Ja, met Tjeu erbij nog. Met Tjeu, die ook met jou. Ja. Ach, het is weer zo. En de groepsfoto, hè? Tableau de la troep. We hebben toch nog foto's genoeg gezien. Ja, dank je. Ik heb mezelf meer als dat gezien. Ja, wilt ze die allemaal nog laten kijken dan Dangerdagen ook, die foto's? Ja, misschien is er nog een paar van ons laten zien. Dat om een beetje een idee te krijgen. Dat we toen allemaal medden en zo. Ja. Ach ja.
Ja, maar wat is het, jong? Ik zie een aandicht. Zit je nu over? Wat is dat? Ja, nee, die gezinskaart, dat zit me helemaal niet goed. Maar zet ik hier een ganse middag voor geen gezinskaart? Ja, nou, ik heb toch wel een beetje binnengesteld. Want de lijst, dat vind ik toch altijd gewoon om naar de lijst te gaan. Ja. Dan kun je even een beetje met zo'n vakantiegevoel. Ja, dat is voor je. Ja, dat is helemaal niet door. Zullen we wel even op de lijst. Maar daar hebben we toch ook nog filmpjes van, of niet? Van de lijst. Van de lijst, ja. Nou, dat staat er niet. Wauw, filmpjes van. Zo, meester, ik word hem aan zijn workshop, jongen. Ja, ik zal hem hier eens even omdraaien. Ja, daar zitten we weer, hè? Ja, het echte vakantiegevoel, hè? Het echte vakantiegevoel van vroeger, dat hebben we weer. Wie zag er dat vroeger ook alweer, als we beleisterd waren? Zwemmerschet, waterpret. Vakantieweer, weerhongheer, noordeleisterheer. Precies. Ja. Zachten we voor wat jongen. We hebben het toch druk gezet, hè, jongen. Dat dacht ik. Leister. En nu dat het nu nog kennen, dat is toch een prima initiatief van de Leister, hè, dat die een free kampeerweekend organiseren voor de Rogelse mensen. Ja, vind ik gewoon. Het is een fijn weekendje komen, kost helemaal niks. Nee, lekker. Eén en al gezelligheid. Echt gastvrij, vind ik dat. Gastvrij, ja, zeker. Alleen, jongen, dat is in juli en augustus niet meer welkom best, hoor, voor Rogelse mensen. Is het toe? Is het toe dan? Ja, en Rogelse mensen mogen in juli en augustus mogen die dan niet komen, moeten die nergens wonen. Oh, kijk. Dus we moeten. Ik ben in Roggel en Neer, of Rogelse mensen mogen niet meer komen. Nee. En dat is in juli en augustus. Juli en augustus. Maar de rest van het jaar dan mogen ze natuurlijk wel komen. Ja, maar dan is het eigen volk niet dus. Dan, nee, precies. Net precies. Eigen volk niet dus. Maar de rest mogen ze dus wel komen, wel een aangepaste prijs. Oh ja? Met zo'n 9 euro per persoon per dag. Zo hé. Ik ook ze vroeger een gezinskaart voor. 9 euro. Ja. Maar goed, nee, het draait ook allemaal een beetje wetsel om ja, de camping, hè. Camping, ping. Toch, hè, dat gaat om, hè. Ja, logisch. Jongen, geloof dat wij als Rogelse mensen dan nog niet meer naar een vriend naar de lijst kunnen gaan. Nee, dat valt ze niet. Dat werkt toch natuurlijk niet, joh. Oh, kijk goed. Kijk genoeg. Zo, zo, zeg. Oh, dat is wel een bak even. Wacht. Wat zullen we nu krijgen? Ja. Oh, mijn fles beer. Zus, wat krijgen we nu toch? Ja, wacht even. Ah, dikke broeders. Op het campingweekend, zeg. Ja. Nou, zeg. Wat is het druk, hè? Wat ligt het vol? Ja. Mag ik weer komen staan? Ja, is dat gepermitteerd? Ja, maar natuurlijk. Tuurlijk, dat denk ik altijd. Dat hoef ik niet zo lang te moeten zeggen, zeg. Pot, verdikken, zeg. Hé, kijk eens. Je bent nogal ruim gesorteerd, ja, kijk. Ja, maar dacht ik, Bert. Je moest een beetje met de tijd metgaan, hè? Ik vind het, joh. Ik heb zo'n beetje met een knullig barbecue. Oh, let op. Je moet van dit fles beer, man. Maak een beetje plaats, joh. Moet je gewoon niet zo breed aanstellen, hè? Ja. Zo, kijk eens. Hé, gaan eens even kijken. Dat is ook vettig, hè? Hé, wacht. Oh, ja. Draai even. Kijk eens, zo. Hé. Oh, bekijk. Nou, dan is genoeg te bier, zeg. Oh, die zon, ah, dan moeten we ook even. Voor God, dat is alles bezig, ja. Oh. Zo, hè. Dat hoort nog even voor dat hij geïnstalleerd is. Jongen, zeg. Nou, ik moet een beetje oppassen met mijn witte huid, hè. Je moet, dat moest je niet verbranden. Toch zit wel zo, ik wacht even. En. Zo. Hop. Ah, kijk. Ah, kijk eens, zeg, hè. Nou. Dat is beter. Zo. Dat is een heel stuk beter. Even kijken. Dit nog even hier. Oh, dat is voor straks. Dat moet ik. Kijk, dat is allemaal bier. Dan hebben we het er allemaal gedaan. Dit. En als we nog. Oh, moeten we nog brooien, geloof ik. Hippakee. Zo. Ja, materiaal bier zeg als nog het voor de saus. Hè?
Oh, zeg zo, we hebben het hier. Oh, zo. Is het misschien... Ja. Is het misschien even... Ik heb eigenlijk nog even een voetballer gaan zitten. Ja. Ik heb het even zondig. Van heet ze zeker. Ja. Tomme dan. Ja, dat kunnen we nog even... Zo. Nou, best onlangs ja. Door. Ja. Nou. Zeg, maar je hebt volgens mij een echte outdoor kitchen. Ja, nee? Zeker. Moest eens kijken, zeg. Door je even? Maar dan heb ze het. Ja, dat is zeker. Kijk, en dit is nu wat ze neemt. Camping Life anno 2018. Ja, inderdaad. Oh. Een beetje aanlommelen, niet? Ja, ja, inderdaad. Maar dat is inderdaad wel... Ook fijn dat ze best gekomen. Nee, en ja, we zitten hier zo gezellig hier vandaag. En hier bij die lijster. Want Lorne is eerlijk zin, hè. De lijster, dat is toch de Roggels recreatiemultinational. Precies, meester. Die heeft ervoor gezorgd dat wij als dorp op een kaart staan, toch? Precies. En kijk hier maar zo om de gein, hè. Ja. Hier, we hebben een binnenbad. Ja. Een boetebad, ja. Een golfslagbad. Het dikt hier wel Zandvoort aan zee. Ja, 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 ja. Ik vind je ook, de lijster, dat is echt een prettige instelling. Een heel prettige instelling, hè. Ja. En het is allemaal die zwembaden, hè. En dan loop ze door en dan kunnen ze bij golf, zo'n golfdingetje. En dan kunnen ze bij de door de gemeente betaalde sporthal van Mico Kor. Oh, bij Mico Kor, ja. Daar kijk je altijd reikhalsend jongens uit. Ja, ja. Ja. Ja, 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 zeker, ja. Maar luister, het is even wat anders. Als jij het wilt drinken of een aperitiefje wilt, hè, dan zeg je gewoon Leo, hè, kunnen we het bestellen? En dan zeg ik natuurlijk, hè, heel galant, zeg ik dan. Bertus, meester, wat moet het zijn? Ja. Oh, dus zeg het, mens. Ja, ja. Ja, nee, ik heb nog een buus neers in vuus, dus ik sla over. Ja, ja. Nee, laat ik me toch maar bij aansluiten. Oh, hartstikke vriendelijk dank. Ja, ja. Nee. Maar kreeg hij zelf gaat nog ja, in... Ja, pak zelf ook. Luister, dan pak ik mezelf in een lekkere Ludal cocktail. Oh. Met frisheid Ludal erin. Hè. Ja. Dat hoort erbij, hè. Een natje en een droogje. Oh. Ik heb hem in de koelkast, hoor. Oh. Pardon? De koelkast? De koelkast. Je krijgt alles. Toen was ik wat feestelijk. Kijk. Zo. Zeg, heren... Ja, proost dan maar. Ja, proost, hè. Gezondheid. Op een schoon weekend. Ja, nee? Nou. Maar, wil je misschien gaan eten dan? Nee, we hebben dat maakt een worstje. Nee, niks te eten. Frikadel, Mexicano, gehaktballen, chicken wings, bierenklauw, gehaktballen. Nee, kipnots. Nee, we hebben gewoon een worstje. Basketbal, bitterballen. Nee, dank u. Kipkorn. Dat is goed gesorteerd. Ja, dat is heel ruim gesorteerd. Kans assortiment. Spekklappen. Nee. Wij gooien het niet worstje. Ja, nee. Broodworst. Ja. Nee, het zit zo, Leo. Kijk, ik zou het graag gedaan hebben, maar ik zit met mijn hoge bloeddruk. Ik ben dan 10 kilo afgevallen, dus ik moet erop letten. Dan moet ik niks meer bijkomen. Dank je wel. Meestal dan moet ik niet te mager worden. Hè. Nee. Nou, dan denken de mensen dat ze het hebben. Dat ze anorexie hebben of zo. Zo je moet ook een beetje durven te investeren. Hè. Ja. Ja, daar kan je het van zeggen, want ja, met alle respect, als ik dik zo zin, ik neem toch enige corpulentie waar. Nou, dat valt met, maar ik ben nu een dieet aan het volgen. Oh ja? Ja. Ik heb een kiwi-dieet. Kiwi-dieet? Een kiwi-dieet. Ja. Kent ze niet, nee, zeker? Nee, wat is dat dan? Dan moet ik ze alles eten, behalve kiwi. Ja, kijk, maar dan krijg je wel een beetje een stevige vuurfront, zou ik zeggen. Ik heb toch een serieuze aanzet tot twee eigen smulrollen. Kijk, en weet je wat zo fijn is? Ja. Als het dan heet is, dan kan ze zo'n kooie euro doorheen laten rollen. Zo'n 2 euro. Ah, dan kan ze zo van rechts naar ploep. En dan gaat ze zo van stuurboord naar ploep, naar bakboord. En weer terug van de loefzijde naar de ploep. De leizijde. De leizijde, ja, precies. Ja, precies, joh. Ja, dat is een aardig penske. Maar het is wel fijn dat de moorden, die heeft zich wel aangepast tegenwoordig aan onze leeftijd. Ik heb nu een leeftijdsgerelateerd lichaam. En nu heb ik ook een zo'n huispak gekocht. Donders makkelijk is dat. Ja, donders makkelijk, met zo'n ruim bassin. Ja, ja. Echt ideaal voor die twee eigen eendeling. En toen heb je plaats zat. Dat is allemaal voor de toekomst. Je kent van een gezin groeien. Dat kent ze doorgroeien. Ja, inderdaad. Dat is wel hartstikke heinig. Maar Loes, ik zit er net even te denken. Maar wie lang komen we hier nu al op die lijst? Toch al 50, 60 jaar. Man. Dat is echt... Ja, ja. Ja.
Wie ben nog zo'n man geworden? Hoor we toch al hier? Ja, ja. Hartstikke zo. Ja, maar was toen de lees dat, laten we eerlijk zijn. Ja, de lees. Het kwaas fan. Met een speeltuin. Met een schommel. Met een schommel, ja. Die kiezeren schommel. Ja, precies. Dat kwaas was ze zes. En dan komt ze daarna als manke. En dan met die fietsje. En dan zat ze daar ergens neer tegen zo'n hek. En dan komt ze dus ook bij een entreehuisje uit. Ja, ook zo'n houten huisje was dat. Ja. En daar zouden een echte levende mensen in. Ja. In het entreehuisje. Ik kan het niet meer voorstellen. Ja. Meestal was dat Oye Kleus of Menne Franske. Menne Franske, ja. En Menne Franske, dat koos ook iedereen. Hè. Dan zag de jongen beste van de zag zien de naam en dacht, loop toen maar door met zo'n gezinskaarten. Ja. Bert, dat is allemaal veranderd, jong. Tegenwoordig is het allemaal zo massaal, zo onpersoonlijk, hè. Ja. Moest binnen, eerst kijk je door detectiepoortjes, tussen een scan, barcode, scan. Ze fouilleren zich nog in een zwembox. Ja. Echt. Net als je een terrorist bent. Ja, precies. Ja. Of van heet. Nee. Weet ze, en als ze tegenwoordig, als ze dan nu het bad in wilt, dan moest ze zich eerst afdouchen. Ja, moest zich afspeuren voordat ze ging zwemmen. Hygiënisch. Vroeger gingen we juist zwemmen. om ons af te speuren. Dat is eerlijk zeg. Ja, precies. Ja. Ja, als je dan zo'n snik heette zomerdag, hè, als ze de hele dag had komkommer geplokt of sperjes gestoken, had ze van die geel handje aan. Ja. En dan stonken die handen. Ja. En daarbij had ze nog lopen rondjes soppen in van die groen laren. Dat ze niet goed. Kreeg ze de tienen van elkaar van een zanje en een zweet. Hè. Ja, precies. En als het... Maar als dan de eerste duik, de eerste verfrissende duik, hè, en al het voel en vunzigheid van die ranke, blanke, slanke... perfect gevormde, malsgespierde jongenslichaam afspeurt. Ja, heerlijk. Heerlijk, die intense frisheid van wilde limoenen. Ja. Heerlijk. Heerlijk was dat, jongen. Ja, en dat sloot ze in dat water. Maar ja, en nu kent ze ook nog in zo'n bubbelbad. Hè. Maar vroeger had ze ook helemaal geen bubbelbad. Hè. Dan moest je gewoon in het vent. Maar ja, zo'n bubbelbad hebben we niet. Maar ja, we mogen wel ons eigen bubbelbad natuurlijk. Tuurlijk. Ja, we mogen ons eigen bubbelbad. Dat is de staakste vorm van de lindeboom. Ja, precies waar je lindeboom. En de lindeboom, dat is in de naam al eer. Dat werd vanzelf een lindeboom. Ja, zeker. Dat maakt weer natuurlijk je pruttel en je brubbel door in dat fan. Hè. Ja. Een senseo-apparaat is er niks bij. Ja, zeker. Ja, en als ze onnacht een novenbranjer aan zat, dan schoot ze door het water met een dikke bellenbaan achter de gang. Net wie in die film. Dat ze bij dat boot, dat is een torpedo, bij dat boot, ze een torpedo afgehouden. Dat boot, dat ze niet richting af en dit en gaan, dat is groot, dat is klasse, nee. Dat kan ik nog niet huren, dan geef me een gänsehoud bij hem aan. Gewiss, Leo. Herenverbrand, man. Absoluut, heer Leo. Ja, maar als wij dan inderdaad wel getetterd hebben, dan was het volgens de biologische wetmatigheden, kwam het wel regelmatig voor dat ze een volle bloos had. Ja. Maar kijk, dan kwam de truc van de wet van de communicerende vaten, hè, die pas je bij toe. Ja. Kijk, en dan werd in het ene bassin eigenlijk overgeheveld in het andere bassin. Ja. Kortom, we gingen pipi maken, hè. Ja, Bert, zo deden we dat. En dat was gewoon een kwestie van hier nu eens kijken, hè. Richting dat bad lopen, zo. Hè. Ja. Minimaal tot je middel erin kon staan. Hè. Precies, ja. Eens rond kijken, zo. Van, hè. En dan liet ze heerlijk godswater zich verenigen met het water. Ja, heerlijk. Heerlijk. Lekker. Die intense warmte die ze dan even die rood-witte jongens die je afweert, kringelen. Die licht aangekrampte spieren van de kuitspier en dan nog die ijskooi vuurt. Want denk er goed aan, heerlijk. In dat Fender kost het gemeen kort zijn, zeker in het verhaal. Ja, dan wordt je dit zeker. Eigenlijk, als ze er achteraf over nadenkt, hebben wij er toch veel aan gedaan om dat zwemgenot van die andere badgasten te verhuren. Ja, precies. Want allemaal die mensen die dachten dat als dat water zo 5 à 10 graden was opgewarmd, die dachten dat het kwam door de klimaatverandering. door de global heating. Hè. Ja. Maar ja, wij wisten wat beter. Ja, en dan hebben we het nog alleen maar over de kleine boodschap. Maar het ding je zich toch ook wel eens aan dat er de grote boodschap. Ja, de grote boodschap. Dan moest er toch met spoed een fax verzonden werden in de fan, zal ik maar zeggen. Ja. Dat dobberde me aan toen het rondje. Ja. Maar daarom, die wordt de schoolslag. Ja. En heel belangrijk was dan ook
door de naas enorm en door de monjoet. Ja, precies. Dat is ook zo. Ja, dat is zo. Ja, zo. Alles wat de zien kan. Ja, ja. Stel die voor zich, hè. Daar zal hij toch zijn broenkaramel naar binnen en spullen. Ja, ja, precies. Ja. Dus zo is hij nog verslikken onder het zwemmen. Ja, ja, ja. Ja, 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 gezond. Ja, 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 maar soms met neutjes. Ja, 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 hoor. Precies, ja. Ja, ja. Ach, ja. Maar vertel dat de jeugd, mensen. Ja, ja, vertel dat de jeugd vertegenwoordigt, mensen. Ach, het was toch even altijd zo. En ook dan komt er op een gegeven moment toch een einde aan zo'n fijne dagen. Dan werd het 5, 6 uur werd het dan. En dan klonken weer die oude, vertrouwde woorden. Hoe die krakende boksen bij de lijst. Ja, ja, Josje. Dames en heren, deze mooie zomerdag nadert zijn einde. Ja, ja. Velen van u hebben eens aanstalten gemaakt om huiswaarts te keren. Wilt u alvorens huiswaarts te keren, de in uw omgeving liggende rommel in de daarvoor bestemde bakken deponeren? De directie van... Wij wensen u een prettige reis en wellicht tot de volgende keer. Ja, precies. Ja, dat was dat zo. Ik dat terug. Ja, zo. Nou, goed en toe. Ja, ja, ja. Ja, dames en heren, dat was de sketch De Lijstert. Volgens mij hebben we die gedaan in 2006. Dat is alweer ruim 10 jaar geleden. En in 10 jaar geleden is er best wel gaat verhangen, de roggel. En op Lijstert. Want De Lijstert is warempel getransformeerd van een camping naar een echt vakantiepark. Met stenen huisjes en rietgedekte daken. En in die huizen daar veren natuurlijk mensen vakantie, die gewoon die huren dat. Mensen, gewone mensen, net als u en ik waarschijnlijk. Maar toch, als roggelse mens kijken ze daar dan toch weer net even gaat anders tegenaan. En toch heet het komende liedje eigenlijk over. En nu is het probleem, in dat liedje er waren 2 zinnen die waren eigenlijk echt gezongen. En nu is het zo dat mijn zingen is niet echt het sterkste discipline, zo gezegd. Dus aan u de vraag of je die 2 regels met zoiets willen zingen. Het zijn heel bekend, heel gewoon, heel makkelijk eigenlijk. Het zijn de laatste 2 regels van het refrein van Roggeleef. Dus Roggeleef, klein aardig dorpje, dicht vergeten kan ik niet. Dat is het eigenlijk. Als je dat met zoiets wilde zingen, dat moet je een beetje, ja, nou, toch wel, geef je het meer cachet aan het nummer. Dus ik zou zeggen, de muziek is al begonnen. Nu moet ik op een bepaald moment in gaan zitten, alleen dat al. In ons roggeleef, klein aardig dorpje, waar de leeuwerik zingt zijn lied, waar ik speelde in de zandbak, ach, wem kent jij dorpje niet? Wie de weg, daar kroos je de motor, voor de rest is alles stil, dat is precies wie dat ik het gerp, dat is nu krek, wie dat ik het wil. Maar de rust kan zo verstuurd zijn, en een stuk van korte duur. Misschien dat alle toeristen willen gaan wandelen op de duur. Oh kijk! Die man daar, die is hier vast bekend. Meneer, 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 de Mussenhoek route. Ach ja, alles wendt. In de zomer kent ze dat zwemmen, in de winter is er ijs. Maar het dorp verliest je onschuld, de tijd betaalt zoals in de prijs. Ik zie in de voelnis langs de weg en vaten afval in de graaf. Ik ruik de wiet tussen de mais, een oranje sherrycan. Ik weet hier niks van af. Maar in dit leef, klein aardig dorpje, ja, ik vind het er toch nog tof. Werd gewandeld en genoten door de toeristen van de buitenhof. Alles is in de puntjes, van de Lijstert tot aan het centrum toe. Maar de rest van het dorp, dat blijft achter. Nee, hier is niks nieuw. In Roggeleef, klein aardig dorpje, dicht vergeten kan ik niet. In dat leef, klein aardig dorpje, is het een vakantieparadies. Maar eigen mensen zijn niet meer welkom, echt alles heet zoals in de prijs. En deze geldkoe werd gemolken, elke dag, en dat smeukt naar meer. En wij,
Wij mogen één keer kamperen, per jaar, liefst één keer. En net als ik me afvroeg, moet ik nu blij zijn met deze dode mus. Net komen er weer nieuwe toeristen en weg is weer de rust. Meneer, meneer, de bushop, is dat nog ver? Ik heb zo'n zere voeten. Zeg man, zan ik niet, loop door. En wanneer gebeuren, een routeloze route. In? Roggeling, klein aardig dorpje, dich vergeten kan ik In dat leefkleinaardig dorpje, in het zachte najaarslicht, stond de koe rustig te weien, alles is weer in evenwicht. Maar de stilte van september werd verstuurd en nogal grof, want ze lopen weer een rondje, de toeristen van de buitenhof. Ja, ik kan wel voeteren op vernoeteren en zeggen, hé jong, alles nog een handje. Maar ik geloof niet dat dat veel zin heeft, nee, wij staan niet aan de kant. Ja, en ik kan best wel gaan hebben. En ik wil ook best wel door het stof. Maar leven hier, verkoop mijn dorp niet aan de toeristen van de Vossenhof. Hey, bedankt voor het metzingen. Hè? Nou, ik kreeg ook al een sik van dat wachten. Ja? Ja. 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 Och, wat lukt dat toch op en neer, zeg. Het heeft dat toch druk, zeg. Werkelijk. Half uur nog niet om, hè? Nee, het half uur is nog niet om, maar ik heb er hard hoofd in, hè. Maar we hadden het net over die filmpjes allemaal die we deden, hè. Ja. Het was op zich toch wel speciaal dat we gewoon altijd met ons eigen clubje filmen, je werd ze net. En dan, dat was leuk en aardig. Maar we hadden ook altijd mensen die dan figurant moesten zijn. Of die moesten meedoen, of die een rolletje. Of soms zelfs ja, dat hoofdrol. Klopt. En dan ging ze erin en zag ze van, ja, zo en zo zou je misschien met willen doen. Ja. En het leuke is dat er toch in al die jaren heel veel mensen hebben metgedaan. Ja, die deed je ook altijd met, hè? Die deed je altijd met. Nee, maar ze zag van, ik heb er geen zin in. Mm. En dat was het hoofd, dat was wel een prettig gevoel eigenlijk. Mm. En we kennen ze ook niet allemaal laten zien natuurlijk. Want ja, er deden er zoveel met, hè. Maar hier bijvoorbeeld deze kleine snuiter, kent ze dat nog? Dat ken ik, ja. Tim op de broek. Juist. Mm-hmm. Ja, dat was mm-hmm. Pim nog de smaal versie. Mm-hmm. Ja. En de voice van Alena. Ja, dat klopt. Daar zult dan niks met de dingen. En even ja. Met, hè. Ja, ach, ja, dat sure. Waren toch schone tieren. Ja, ja. Ik kan me herinneren, op een gegeven moment was er ook de film van Kevin Costner met Robin Hood. Oh, joh. Ja, dat hebben we ook geproefd. Hebben wij een rol, een man, Giel Verhoey was dat. Ja. Nou, hij zegt, hey, Giel, zullen ze ook mee doen, hè? Ja, zegt Giel, zeg maar wat ik moet doen. Hè? Ja. En dan ging Giel, dan moest zich dan verkleden als Robin Hood. Hè? En dan ging hij dan door de Leudalbossen als een moderne Robin Hood. Hè? Want ja, er was een dame die hulp nodig. Ik zoek vuur, weet je wel. Hè? Ja. En Giel net te beroerd, ja, die pakte een goede borg met zo'n dikke piel. Pakte dat ging. Met hem moet hij helemaal geen punt voor. Ja, kijk maar eens. Oké, daar zat er, hè. Kijk. Ja. Helemaal goed, zie ze? Ja. Hartstikke goed geregeld. Ja, dat meisje uit de mensen vuur, hè? Ja, een man, die kost altijd op van de baan. Hartstikke goed, joh. Ja, dat klopt. Een schoen altijd, hè? Nu zeg ik dat je niet moet kijken, want dan ben je mij te ergeren. Wat? Kijk dan. Jongen, verschrikkelijk. Ja, maar dat half oor is nog niet normaal.
Maar, ik heb een halve voor gegeven, dus. Ja. Maar weet je wel, in 92, hè, toen hij de Art Snabbel, daar was op zoek nog noods. Mm. Maar er was toen ook, en kom in één keer roggelen, een hele zonderlinge, gedistingueerde man. Oh ja, wie moorde er ook alweer? Dat was volgens mij Graaf Graatmansch van het Beveland. Ja, dat klopt. Graaf Graatmansch. Ja. Kijk, en daar was toen op zoek naar zijn roots, hè, de wist niet precies waar er vanaf komt. Dat ging, was op zoek naar het Beveland. Ja. Want daar zou dus een boerderie moeten liggen met een dikke boom ervoor van 127 jaar. Ja, ja, begint me weer te dagen. Maar dat kostte niet Finja. Dus toen dacht hij, ja, ik ga eens naar de nieuwjaarsreceptie in het Oort, La Rochelle. Mm. Waar altijd gezellig komen ze, alle roggelse mensen komen ze daar dan tegen. Vroeger leefde dat voor meer als nu. Hè. Kost nog eens even kallen, hè. Dan komen alle notabelen en zaken nu, en die komen ze allemaal tegen. En dat is ook zo, ja, de burgemeester moest dan ook een hand geven. Mm-hmm. En in één keer komt hij graaf eraan. Ja. En volgens mij heeft hij toen gevraagd, het chef zelf, hè, ja, heeft toen een tip gegeven, zo van, toen moesten ze naar de kleine laag komen. Oké. Ja, dan moet je naar de kleine laag gaan. Ja, ja. En dat deed hij. Ja. Wat je kerels, hè. Ja. Wat je kerels, hè. De Kiria Cordata. Met mijn vader 127 jaar geleden geboren in 1887. Mm. 127 jaar, wat een flow, ik kon een paaien. Ja, Adje, ik kon het even kijken. Maar ja, dat was dus daarboven, 127 jaar. Ja, dat klopt, joh. Ja. Dat was toch zo klaar met, hè? Ja. En de graaf zo te boven in de boom. Ja, ja, ja. Dat heet nog. Maar, ja, er was niks van aan te beginnen. Ja. Had je daar ook niet van half werken? Nee, dat deed dat direct te gooi. Er komen gelijk met zijn kettingzegen aan. Ja, ja, ja. Ja, dat hoort toch die ongelooflijk zeg. Ja. Ja. Dat dacht ik zeggen, mom, en dan kreeg hij 127 jaar in je kind controleren. Ja, dat kon je doen, ja. Zeg maar, wetse Wim, ook altijd met die. Tru en tru. Ah ja. Ja, en die verschillende keren met kan, die zong altijd van die Sean Lee. Ja, prachtige liedjes deed hij altijd. Echt maar jij ook wel natuurlijk ook meuten met Uiversteken. Vooral nu in de buurt van de Bekker van de Riekswijker gekomen, hè. Ja, kan je nog herinneren? Ja. Je moest zo doen, maar dat deed ik altijd zo. Hè. Dat wist hij niet meer. Hij komt erop, man, hij komt. Ja. Ja, ja, ja. Ach, ja. Had je er wel gezorgd dat hij dat die veiling aan de andere kant was. Ja, dat klopt. Ja. Ja, het is doorlopen aan de andere kant van de weg. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, kijk, de hopman heeft er nu wel voor gezorgd dat Tru en Tru de volgende week met Melodia afscheid kunnen nemen. Ja. Dat wordt hij toen al lang van de suk gereden. Ja, ja. Zeker. Ja, ja. Ja, zeker. Anne? Kijk, dat is weer. Ja, dat is kans op de duur. Zoals ze de botten op man hebben. Ja, sorry, maar ik ga jullie even met spoed in de fax moeten verzenden. In het, ja, dat is even in de fax. Ja, ja. Dus, maar jij zit al aan de filmpjes weer. Zo. Ach, we moeten weer even te kijken naar vroeger. Wat zo al, ja. Die mensen die allemaal met die, want we hebben ook een keer, dat waren ook redelijk actueel toen. De Marisha, wat zo daarvan? Oh, de cirkelbeweging was het. Ja, toen hij de eigen Marisha. Met Jan van den Vief. Jij kende hem als Jan van den Vief en ik ging de gans in zijn rol op. En liep hij door het dorp in met Ma Prentgreus. Ja, met Wilma. Ja, dat weet ik nog. Ja, dat was chic. En dan stap je er bij Huub Salemans in zo'n open wagen. Ja, precies. Een cabriolet. Ja, om zich te laten toejuichen door de discipelen. Ja, precies. Ja, ja, ja. Moest zich om het volk mengen als toe. Erg druk wordt niet met die discipelen. Nee, dat was het enige wat erg jongen wordt toen. Net slecht op de dag dat het toen zo'n slecht weer was. Precies. Maar dat mocht voor Jan niks goed. Dat is wij die gewoon op z'n leven. Ja, precies. Schitterend, ja. Ach ja, Jan van de Vivo. En wat hebben we daar nog weer? Hoe komen we daar nog weer op boet? In 2006 hadden we dan toch weer
Kan dat niet met exit. Ze mogen in al die 16 dorpen geweest met Jozef en Maria met de kinderwagen. Dan komen natuurlijk Oud en Roggelein. Ja, uiteraard. Uiteraard komen in Oud en Roggelein. Wem komen ze daar tegen? Dat kan geen toeval zijn. Toen zijn we met de show van de type, zijn we eigenlijk op zijn zaterdag meneer doorgang, alleen met oude filmpjes van het gemeentearchief. Maar dan komen ze ook allemaal mensen tegen die mij deden. Ik kan me nog herinneren dat we op de broer Rieweg horen, weet ze niet? Oh ja, die Meulers. Die Meulers, ja. Precies. In de tijd had ze er nog maar vier Meulers. Vier waren, ja. Ze is nog een ja. En dan komen de windmolenaar van Neer tegen. Denk maar meteen, joh. Club komt tegen. Maar dat stelt zichzelf even voor. Windmolenpark Neer. Vanaf de opening ben ik de eerste molenaar van Windmolenpark Neer. Ja, inderdaad, Club. Maar wat moest ze dan doen? Gewoon die Meulers was kapot aan. Ik heb wel eens een kerveltje los. Ik heb de dynamo, de slip wel eens. Ja, dat heb ze vooral met regen weer. Ik en... Ik hoor het, joh. Maar wat doe je dan nu? Ja, dat heb ik het voor. Ik pak mijn trapje, mijn oliepumpje, hè? En dan ga ik mijn druppeltje olie geven. Oh. Ja, maar oké, maar die morgen zijn 98 meter. Wie doe je dat? Hé, hey, wacht eens af, hè. Hé, hey, dat is niet moet slim zijn. Let me op. Ho. Kijk. Oh, die pumpje daar, dat ben je inderdaad, joh. Maar wat gaat er nu in godsnaam doen? Kijk. Ja. Ja, leuk. Niks slummers was die mensen van Neer, dat zeg ik echt. Ja, die Meulers, die doen het weer. Hartstikke goed. Ja. Mijn zuster, die Meulers, die moet jij toch ook wel kennen zien, of niet? Ja, op Hebelum is die hartstikke goed. Ja, prima. Ze is die ook goed. Achteraf ook wel. Achteraf is die ook goed. Die vooral die Meulers. Die zus vooral. Nou, oké. Dan laten we dan eens naar kijken. Het leven gaat maar weer, techniek te stijt niet stil. Ook in het Ludal, dat is best wel chill. Daar is nu groene stroom en wie stormachtig weer. En heel veel wind, want het hebben ze geen. Gang der techniek, de ene is ter ver, de andere het kritiek. Nu kijk die wieken draaien, die stormachtig weer. En heel veel wind, want het hebben ze geen in windmolen par ik neer. En ze draaien rond en rond. Wow.
in Windmühlenpark Dames en heren, welkom bij het Schoffele Polygoonjournaal, de nieuwsrubriek die de kijker een gulle blik gunt in het knusse en veilige roggel van Welleer. En van des morgens vroeg tot des avonds laat wordt er gezwoegd en gezwegen door Giserie en zijn broer Jean aan hun nederige woonstulpje gelegen aan de Kleine Laak. Met name Giserieke was een markant en kwant figuur uit onze dorpsgemeenschap. En wie herinnert zich niet zijn legendarische uitspraak? Mag ik jou even puzzelen? Een verzoek welke hem heden ten dagen een hashtag MeToo op zou leveren. Dag, Rie. Hier fietst slager Keunke naar de Beukelaar. Bijna dagelijks ging hij zijn ambachtelijke slagersproducten persoonlijk afleveren, waarna hij zichzelf trakteerde op een overheerlijk eilske. Eén keunke, geen twee. Het Roggels meubelhuis van familie Fleuren. Een winkel met een uitstraling die zijn wiedeweerga niet kent. Hier showt oudste dochter Els op enigszins ondeugende wijze de crème de la crème van hedendaags slaapkamerdesign. Ondertussen aan de overzijde van de straat wordt menig Roggels voetje door Nelly van Vaas beroerd en met vakmanschap en liefde van nieuw en op maat gemaakt schoeisel voorzien. Is precies het muitje, zei Nelly altijd. De majestueuze Sint-Petruskerk werd in 1992 getroffen door een zware aardbeving. Daarom werd des zomers een groot openluchtontbijt op de markt gehouden om het herstel te bekostigen. Smakelijk eten! Hé, hey, verdorie! Vagebond, scheer je weg! Oh, gelukkig! Het zijn de leden van het plaatselijk cabaret die opnames maken voor een van hun reeds legendarische optredens. De Sint-Isidoriskerk in het pittoreske Heibloem met zijn rijke culturele historie mag in het Polygoonjournaal zeer zeker niet ontbreken. Tot zover de Heibloem. Toen mag je nou. Wie de Beukelaar zegt, zegt ook kegelen. Bij het edele kegelspel gaat het er zoals bekend om een rode bal in één worp te veranderen in een blauwe bal. Deksels nog aan toe. Reeds in de jaren 60 en 70 werd er duchtig op losgereest in de Roggelse dorpskern. Hier wordt de chicane bij stemkes met speelsgemak door de coureurs bedwongen. De
Deze snelle, maar enigszins luidruchtige traditie bereikte op 12 september van het jaar 2011 vooralsnog zijn hoogtepunt en maakte Roggel furoren met de eerste Grand Prix van Roggel uit de historie van de Formule 1. De Engelse coureur Jenson Button scheurde toen door de bochten van het Roggelse stratencircuit en neemt hier zeer kundig de reeds beruchte Madame Trudeau-bocht. Klaar, over. De heibloem was zijn tijd ver vooruit. Hoewel er geen voertuig te bekennen viel, was men er reeds druk doende met het veilige overzetten van de lagere schooljeugd. Goed zo, knul. Tot besluit wordt ons in gulle blik gegund in het rijke schoolleven toen Roggel nog in meisjes- en in jongensschool had. Hé, hey, is dat niet... Hier zijn we niemand minder dan zuster Miketrien samen met juffrouw Ann Kooijman. Ondertussen op de jongensschool zien we jonge spektakelmakers bokspringen. En zie, de nieuwe hoofdmeester Kromvoets doet lustig mee. En dan kan meester Leunissen, bijgenaamd Kees Verkerk, niet achterblijven. Poepoe, dat ging maar net goed. Tot slot luidt hoofd der school Krijns, ook wel Krienske of Grieze Knien genoemd, met zijn befaamde bel een einde aan dit bulletin. Beste kijkers, tot zover dit speciale Polygoonjournaal. Bedankt voor het kijken. Ze wel ooit. Jongens, hun hoogwerkers zijn al wel klaar. Ja, inderdaad, zeg ik. Mag ze zetten een beetje naar de kant, je hoogwerker van dicht. Zo, oh, ja. Niet plaats had. Ja, ja, ja. Godverdorie, joh. Ja. Hebben we ons geteld, je geloof ik, of niet? Ik dacht het maar, joh. Tenminste, het is ook nooit of dat we nooit zijn weg geweest. Nee, nee. Hey, en dan deed je op een Merkelbeek, liep het weer gesmeerd, ja. Prima. Ja, helemaal geen probleem. Ja, zeker. Wij dachten over het zal drek 8 centimeter er nee vanaf gemikt. Ja. En dan drekt de tanden. Ja, hoe ze dat geen anders allemaal van in de net. Hoe drinkt hij dat? Tegen de wedstrijd. Heb ze allemaal niks aan. Ja, moest je geen risico's nemen. Maar jij, Loester, jij wordt toch wel erin door. Jij moest gewoon kavelen op zaterdag. Ja, god, sorry, dat komt. Het was een dubbeltje op zijn kant, bij. Nee, maar we zaten in een flow, hè. Dat op de OLS, zeg man, het ging gesmeerd. Ja, de vulde stikken net een echte shutterie. We shorten alles af. Maar gelukkig, op de zaterdag hebben we er direct werk voor gemaakt. Direct de eerste run. Precies. Hoppakee, verder, klaar. Ja, zeker. Zo is het. 8 centimeter dan even af, paaf dan even af en dan hup, de tent. Ja, zeker. Ja. Kom op, man. Want toen zullen ze hem toch moeten organiseren. Er niet aan denken. Maar ja, luister, ik zocht dat jij ook een nieuwe koning had. Die hem ook wel een groot beetje raken, dacht ik. Oh, Jo Pieters, ja, dat werd je hem inderdaad goed raken. Ja. Hey, maar weet je wat het is met Jo? Dat snap je het nog niet, Hans. Dat kan wel goed zitten. Ja. Kijk, maar dat wedstrijdritme dat heette nog niet. Om er dan even af te zitten. Dat is de kunst. Ja. Want ja, ook voor jou. En als jou dat weet je dat allemaal van de netto drinkt die daar afgeeft, dan leert je dat wel. Ja. Oh, wel. Ja, precies, ja. Ja, dan duidt dat er. Je hebt de zee sneller net of Noord zijn weg. Dus het is toch wel een tientje geleden. Nou, ook zelfs zo door het dorp geest. Hè. Ik kom met de kerstmis kom ik er nog eens een keer aan. En toen werd ik wel prettig verrast, moet ik zeggen, dat ze weer een fijne kerstboom hadden. Oh, jawel, een schone kerstboom. Nu en een schone. Bij het trouwens een jaar of 4, 5 geleden. Wat hebben we toen ook weer?
Ja, zo'n soort heuruiter hebben daar staan. Hè? Ik ken dan niet genoeg even beginnen. Het was verschrikkelijk. Dat is dan een klimaatneutrale boom, heet het. Oh, heet het klimaatneutraal, ja. Dat was een idee van de dorpsraad. Hè? Oh. Je moet overigens nu iets bedenken. En dat is tegenwoordig is dat ook wel een beetje in. Hè? Dat ze, de gekste dingen kent ze bedenken. Hè? Ja? Maar dat nummer is dan out of the box, denk je. Out of the box? Out of the box. Oh, dan moeten ze die maar niet van uit de box laten. Nee. De dorpsraad, die moeten dat maar niet doen. Want... Maar goed, ondertussen hebben we ook wel nog een kunstwerk op de markt gekregen. Hé, hey, ja. De kuls zelf. Ja, precies, ja. De bol. De bol, ja. Ja, dat is toch kunstig, dat zo'n zwaar ding. Ik geloof 2000 kilo, dat ik kan gewoon draaien op dat water. Ja. Kost je 60.000 pico's. Ja. Hey, heet dat ook alweer? Hertje Roggels staat erbij. Hertje Roggels. Hertje, nee. En dan komt er een of ander gedicht. Ja. Ja, dat snap ik toch niet, dat gedicht. Snap je het gedicht? Nee. Ja, het gedicht, het geeft over roggel. Snap je wel? Hertje Roggel. Ook heet dat wel. Het gedicht, het geeft over roggel. He? Oh, kijk. Het zal licht en sterk als water, ik citeer even. Ja. Licht en sterk als water, vuur voor groot en klein. Oh, op die manier. Ja, nee, nu snap ik hem. Ja, dat is typisch roggel, ja. Dat is als het wetsen, snap ze het. Roggel ten voet uit, ja, absoluut, ja. Maar goed, als ze het niet snapt, is er ook nog geen probleem, hè. Want er staat op dezelfde bol, dat ze dan even naar de website moest gaan, dan moest ze dat even opzoeken. Ja, voor het geval ze niet snapt. Dat is nogal vrij. Dat is alsof ze een mop vertelt en dat ze de clue op moet zoeken. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Daar komt het dan eigenlijk wel op neer, ja. Daar komt het zeker op neer. Hmm. En Franske van mij heeft dat ook, ja. Maar die heeft een naam bedacht. Ja, zeker. Dat vind ik wel een schone naam. De Kuls. Ja, dat vind ik ook. Hè? Ja. Maar dat ganse dorp is dat gerenoveerd. Kijk, in Meijel hebben ze de vier uiterste, ja. Maar in Roggel zijn toch wel de twee uiterste. Ja, zei ze daar zo'n soort parkeerplaats. Ja, die hebben niet wetselen, maar geparkeerd en dan wist je niet waar ze moest rijden. Ja. Nu hebben ze dan een riebaan gecreëerd. Ja. Maar ja, die is dan weer vol te smal. Precies. Hoor? Precies. Ja, dat is dan niet. Ik weet, er kan geen bus of een vrachtwagen erin. Nee. Dus en dat was geen claim. Dus zeker wordt wetsel de beste stuurlijst aan de wal. Ja. Nou, ja. Dan hij is naar Oostheim moeten komen. Hij zou zelf kunnen vragen. Hij wordt naar vies gegeven wie dat moet. Want dat is toch verschrikkelijk. Nu, die purkers die werden allemaal omgereden. Ja, precies, man. Zo'n opgefokte T-splits. Dat kent toch niet een roggel. Maar ja, goed, luister. Ik ben deze dag, heb ik loting in eens gezet, dat wij in Roggel, hè, hebben we tegenwoordig een erkend meteorologisch meetstation. Oh. Dat is station Zels, daar hebben wij. Oh ja? Dat is station Zels, daar kun je thijseren, kun je. Oh ja, dat hebben we niet. Nou ja, en dat is erachter bij Zels, hè. En dat is bij Erik van het Gaat. Hij doet dat al 31 jaar. Erik? Erik zelf doet al 31 jaar, meukt hij het weer in Roggel. Hmm. En nu is hij dus door thijseren officieel erkend. Moest we naar de radio luisteren, nu zeggen ze, meetstation Zels, dat is Erik. Oké. Ja, ik meen dat om ons gehuurd te praten. Ja. Maar ik geloof ook dat Erik nu ook een andere naam heeft, hè. Oh ja? Dat is niet meer Erik hoe dit gaat, nee. Dat is nu meer Erik hoe de dal. Hoe de dal? Kijk, dat kunnen ze met op radio komen, ja, snap je? Ja, dat kunnen ze met op radio komen, ja. Dat is ook. Maar de mast, daar stond je van te kijken, dat is 21 meter hoog, zeg ik. Ja, dat is een oude shitmast van Polis. Ja. Dus de het er dan neergezet. Ja. Dat is 21 meter hoog, ja, dat kun je boven het gaat doen, zo gezegd. Net zo rustig kent ze van wie daar kent ze eigenlijk zien waar Erik zijn gaat is. Oh. Snap ze? Ja, dan kent ze dat gaat. Ja, precies. En dat is net wie met golfwetsel als die gewoon afslaan. He, als ze willen gewoon putten zoeken, zacht. Dan hebben ze daar ook zo'n shalom in dat geitje. Weet je niet? Ja, nee, zussen dan ook van wie? Daar zussen wat gaat. En Erik steekt daar dan bij. Maar ja, weet je wel. Ja. Kan ook putten, dat snap je. Ja, dat is voor Erik. Blijf maken, ik ken dat putten. Blijft toch een shirt, hè? Ja, blijft toch een shirt, ja. Maar en dat Paul, de 21 meter, maar die heeft er goed vastgezet. Want let's met de storm, met z'n alles om is gewijd. Ja, de mast steekt nog 4 overeind, hè? Ja, de mast wel, ja. Er is in mij het beum weggewijd en afgewijd. En daar hebben ze ook wat dat prachtige sprookjesbos van Corrie, hè? Ah, ja. Dat feerieke bosje, wat zo. Ze zeggen de Roggelse Eftelingen, zeggen ze zo. Oké. Helemaal weggewijd. Mensen. Verschrikkelijk. Ja. Ik moest kijken, ik heb het bakhuisje zoals in liggen. Ja, ik heb dat gehoord, ja. En dat ziet ook dat er dooien zijn gevallen toen. Dooien zijn gevallen? Ja, dat heb ik niks gehoord. Ja, 8 kabouters zijn er gesneuveld. 8 kabouters zijn gesneuveld. Dooien nog, ja. Dat is ernstig, dus. Ja. Ja, dat is niet goed, nee. Maar ja, goed, als ze daar dan weer omhoog gaat bij Erik, dan komt ze, ja, dan rijdt ze als het ware zo richting Nerm. En dan komt ze bij, dat, ja, bij die velden die er liggen, dat is van Bayer, heet je het, hè? Van, ja, oh ja. Van ja. Wel, hè. Dat is allemaal afgerast. Allemaal zo'n hek, man. En men zegt, hè, dat die genetisch gemanipuleerd voedsel maken.
Nunum Sade en Monsanto en die man. Nee. Dat werd wel gemanipuleerd, ja, genetisch, ja? Maar Erik deed dat. Erik, ja, heb ik gebeurd. Ja? Ja, dat schijnt met die geitjes aan de slag te zijn. Hè. Oh ja? Een geitras. Genetisch heeft hij dus een soort gen van een giraffenak, ja? Heeft hij getransplanteerd genetisch, ja? In een geit. En dan kreeg ze een nieuw vleesras geit. Oh. Wel, dus die kent ze eigenlijk kopen per meter. Ja. Wel, die hebben ze speciaal gefokt eigenlijk voor de barbecue. Daar zitten ontzettend veel speerribs aan. Hè, ja, ze hebben een heel lang geit. Kijk, en die hebben wel een beetje plaats nodig. Oh, dus ja, dat ja, is ja, meer ja, als een ja, aangepast hertenkampje voor geiten. Wat oh, ja. Oh, daar zit Erik erachter. Ja, dat is ja, nee. Hé, hey, maar luister, als je dan toch even door is, dan zijn we toch al wel eens in Neer. Dan zijn we in Neer. Maar ik maak me toch wel ernstig ongerust over onze vriendelijke medeburgers uit Roggel-Zuid. Wieso? Vertel. Ja, wat lees ik nu toch weer in de krant? Man? Er is een drugslab is er opgerold in Neer. Alleen de naam drugslab in Neer. Nee. En er werd een linkerlag met Satudara. Satudara? Satudara. Dat is toch zo'n motorclub of niet? Zo'n Hell Angel, ja, zeg. Man, met liquidaties en... Ja, ja, zeker, man. In Neer. Holleder in Neer, man. Dat is toch niet te geloven? Ja, en nu weet ik toevallig, hè, wie zo'n motorclub, hè, die hebben dan een soort afdeling, hebben die. Of domeinen? Nee, dat is weer gedaan. Oh. Nee, die hebben dus een afdeling. En dat heet dan bij die motors, heet dat chapter. Oh, chapter. Hè. Oh. En nu hebben wij foto's van Satudara chapter Neer. Oh, de mens, weet je, ja, kijk, mensen. Weet je, het was een zus. Oh, ja, zeg, dat is... Kijk eens door, man. Oh, dat zou ze een keer omlopen daar. Ja. Dat is eigenlijk een criminele club. Kijk eens door. Nee, te geloven, zeg. Ongelooflijk. Kijk, en die pronk onnog met hun naam, want dat is gewoon het pronkstuk. Hè? Die heette gewoon het pronkstuk, maar het is niks slimmers als je vanuit zegt. Nou, dat, ja, die doen onder de ogen van de mensen, doen niet dat gewoon. Nee, maar zet het in de gaten. Nee, God, en dan komt je, hebben een hele slimme president, hebben die. En de president, wat is dat? De president is eigenlijk zo de baas, hè, de opperhoofd van dat chapter. Oké, okay, ja. En laten we daar ook een foto van hebben. Kijk daar, Zuzum. Oh, maar dat is volgens mij graad. Graad. Is dat niet Graad van Adams? Graad Adams zelf. Is dit meneer de president? Meneer de president van Neer, zus. Ah, oh, daar zus ze met zijn motor in de café. Ja. Ja, dat is alweer Lindeboom tanken, denk ik. Ja, precies. Graad het tanken altijd Lindeboom, hè. Ja, precies. Jongen, dat gebeurt je allemaal in Neer, jongen. Daar moest je toch met uitkijken. Want, ik zal zeggen, als ze daar in Neer eens even kijkt, hè, dan heb ze het windmolenpark Neer, hè. Ja. Ja, dat ligt toch eigenlijk op Heidlom. Heidlom, ja. Dat Leudal, of park, plantpark Oost, wat is het? Leudal Oost, hè. Die willen toch in Halen waar ze een wielrenbaan. Oh, die wielrenbaan. Ja, maar dat gaat niet door. Dat gaat niet door, nee. In Halen kregen ze niet verder. In Neer kregen we het verder. Precies. Nee, man. Ik zo, die hebben een beetje hoger naar boven geleverd, of niet? Ja, ik weet het nog niet. Ik weet dat Hansum. Ja. Hansum, dat heet niet meer Hansum. Nee. Dat heet nu de Maasboulevard. Ja, Maasboulevard, ja. Ja, en dan hebben die zitbanken, dat heet het de Maaspanorama. Ja, zo is het. Ja, dat klinkt zo allemaal explosief, hè? Ja, precies. Ja, als ik een heet zoon, ja, dan zou ik me ongerust maken. Oh. Ja, want Groot Neer neemt straks gans Klein Parijs over. Op die manier. Die werden de belangrijkste van Leudal als ze niet uitkijken. Ja, die kwiebissen, die palmen, die kwakkert in. Ja, precies, joh. Ja, dat geeft het lopen door, joh. Ja, weet je wat het is? Die van Neer, die moet eigenlijk doen voor zijn goed in. Ja, zeker. Ja. Soepen. Soepen? Jazeker. Ja, kom op, man. En tent zitten, wet zo. Zeelucht, jongen, daar komen die op af. Ja, zeker. Dan krijgen die dorst op, zeelucht. Zijn er zo'n paar vaten leeg? Ja, dat dacht ik. Ja, wat verdorie nog. Boos Albert op de bühne en jeet los. Ja, zeker. Maar goed, dan laten ze maar... Maar even dan over Roggel toch weer. Ik huur van alles over Silvermonen. Silmone, dat is ziek, hè? Ziek. Ja, ziek. Ernstig ziek. Ernstig ziek, heb ik gehoord. Dat hopen, zeg. Sint het Sil, dat is seropositief. Seropositief? Ja, ik hoor. Dat heb ik gehoord, dus. Ja. Ja. Oh, nee, oh, nu zin ik het. Ja, nee, kijk, de siro, de siro heeft hij gekocht, hè. Oh. Dus het is niet siro, maar siro. Oh, siropositief. Ja, gelukkig, maar dat kunnen ze nemen, zeg, zo nee. Goed, hè. Maar ja, de sil, die gaat voortvarend te werken. Ja, dacht ik, ja. Dus 8 of 10 jaar is er niks gebeurd. Nu is hij, hup, gelijk, heeft hij alles gesloopt al, hè. Ja, de sil, dat pak je aan, joh. Ik ben benieuwd wat er allemaal nog komt, ja. Ja, moest dat werd gebouwd, hoor. Tel maar op. Werd er gebouwd? Oh, ja, de sil, ik heb dat niet om leeg laten liggen. Nee. En de bootje op, ja.
te veel mogelijk. Ja? Dat weet je niet, hoezer. Of omhoog, hè. Weet je wel, te veel mogelijk. Ja? Appartementen. Appartementen? Ja, vier, zes, zeven, hoe moet ik mee doen? Ho, dat moet plaats zijn. Ja, weet je wel, dat wil je. Zo'n flats de zes doen. Flats, ja. Oh. Weet je wat er in duidt? Ik weet het niet. Polen, denk ik. Hè? Ja. Noordpolen, Zuidpolen. Oh. Ja, ik weet zeker, als ik daar woon, dan... Ja, dan begon ze me toch wel druk te maken. Die privacy is helemaal weg, Bear. Oh ja? Maar ja, als ze dan even woont, dan kan ze de vrouw binnenhouden. Dat zeg ik tegen. Oh. Dan is Fiat voorbij, daar. Ja, serieus. Ik ging verhuizen. Nee, ik ging naar de Rappelstraat. Ja, ja. Ik ging BTW vrij wonen. Ja. Maar dat zeg. Nee, dat is de rest van mij. Ja, denk ze dat echt? Een handenpie nog. Ja, goed, van zo'n andere kantje gelooft ook. Ik ben wel blij dat er iets gebeurt. Dat klopt wel. Maar ja, als ze dan over Noordingswetsen, wat er dan vroeger allemaal zo is gebeurd, en als ze terug kijkt een beetje naar vroeger, dan moet ik zeggen dat we het al veel over gehad, maar in 2005, dat vond ik toch wel het absolute minpuntje. 2005. Denk eens even naar 2005. Ja, toen was dat beroemde onderzoek naar de plaatsnaam, wat is nu de mooiste plaatsnaam van Nederland? Ochtend, ja. En wat is nu de lelijkste plaatsnaam van Nederland? En ja, dat... wij werden genoemd als de lelijkste plaats van Nederland. Ik werd er niet over. En doodstil. Och, Germ, zo'n gat in Groningen, dat werd dan de mooiste plaats. Ja, dan moet ik zo niet druk om. Dat vind ik verschrikkelijk. Maar hebben we daar aan verdiend? Ja, daar hebben we nog eens aan verdiend. Ber, dat is gewoon, dat is een onderzoek. Ik weet niet waar dat wel werd gedaan. Maar dat is subsidiegeld. Weet ze, dan moet er gaat onderzocht werden. Ja, weet ze, nou, dan is er zo'n putje waar subsidie uitkomt. Ja. Nou, laten we dat maar doen. En dan gaan ze dat onderzoeken wat de mooiste en de lelijkste plaats. Ja. Nou, en dat werd dan niet door ambtenaren gedaan. Die hebben er geen tijd voor, of die zijn uit de Leuven. Dat werd uitbesteed. Uitbesteed? Ja, en zo'n, met zo'n, wie zijn het Tjö Hendricks. Oh ja, Tjö, de heet zo'n, dat gemeenhuis heet. Ja, precies. Die heet ook zo'n ja, de, zo'n belbedrijf. Zo'n belbedrijf. Ja. Want Tjö, dat is zo'n soort coming man in Rotterdam. Met precies. Business. Die heeft dat ganse gemeenhuis te volgen gekregen. Ja, daar werd nu gewerkt in dat gemeenhuis. Ja, de eerste keer ook, joh. Ja. Kijk, en die moet dan zo gaat oppakken, weet ze niet, en die moet dat dan bellen. Dat moet gans Nederland moet daar hoorn bellen. Kijk, in dus de Tjö, ja. Dat is er toch in de Van Hendricks, hè. Ja, slim. Slummerik is het. Dat denkt, weet je wat ik doe? Ik bel naar de Leestert. Want daar zit gans Nederland. Kijk, en die kent ze dan bellen met lokaal tarief. Oh. Snap ze? Ja, daar is het te vangen. Snap ze dat? Jongen, dus als ik dat goed begreep, dan denkt het je van... ik ben representatief met lokaal tarief. Precies. Oh. Dus dan gewoon, s'morgens begint zo'n onderzoek. Dan gewoon die meisjes te bellen. Ja. En dan hebben ze, s'morgens, zoals net hebben straks de versie... is er bingo geweest op de Leestert. Ja. En dan hebben ze die Hollanders voor de eerste keer hebben die lindenbomen. Ja, eigenlijk. Dus dan snap ze wat er gebeurt. Ja. Dat kan die niet verdragen. Nee. Dus straks, nou, die staan allemaal met de kop in de wc-port. Ja. En dan geeft door de telefoon. Ja. En belt je. Ja, dan belt je. Ja, weet je. En dan, wat is de lelijkste plaats? Nou, maar die vrouw moet u mijn man hebben. Oh. Weet je. En die houdt dat dan voor. Ja, en wat huren die dan? Gaat gerochel. Oh. Weet je. En dan schrijven die meisjes dan op. Gerochel. Dat is al werk. Snap je? Ja. En dan vragen ze, en wat vindt u dan de mooiste plaatsnaam? Ja, dan is het doodstil. Snap je? Ja, precies. Kijk, dus dat is eigenlijk... Dat doen we niet altijd al gaan maken. Ja, maar nu zit ik toch te denken van met het lokaal tarief. Zo'n tje, die kent toch ook opbellen naar Heetse? Nee, Ber en Heetse gaat niet meer op vakantie, ja. Oh, nee. Dat is waar ook, ja. Dat is waar ook. Ach, ja. Ja, daar ben ik wel in elk geval in gerust gespeeld. Dat wil ik ook zeggen. Ja, nee, maar weet je, dan wil ik toch positief, hè, van toch even naar een hoogtepunt, hè, wat heet hoogtepunt, hè, op oostniveau, hè. Maar hoogtepunt dat wij als Schutterie, als Ber en Rief van Schutterie, hebben we metgedaan aan de optocht, hè, van het Dikkenaal Schuttersfeest 1999. Ja, we hebben de IO met uitgeluid. Precies. En wij zijn e-scored met de optocht, zijn we metgelopen. Hè, precies. Met Guus Brils. Dat was ook zo'n goal. Guus, dat is ook zo'n goal. En dan hebben wij ons best gedaan. We hebben ons vergezat. Jazeker. We dachten echt nog een kick van dat we om eens met zo'n echte Schutterie met mogen lopen. Hè. Ja. En dan moesten ze altijd marcheren. En toen hadden we nog het idee om misschien een beetje een trend te zetten. Ja, precies. Om het toegankelijker te werden. Voor de mensen dat het nog leuker werd. En dat ze de jeugd er ook een beetje prikkels om bij de Schutterie te komen. Zeker, zeker. Ja.
Ja, toen hebben we die filet laten afnemen. Ja, ja. Toen hebben we nog zo'n keurige pirouette gemaakt. Ja, ja, dat pirouette. Een beetje verangeren, weet je, ja, een beetje losser. Ja, ja, ja. Nou, dat sloeg op zich sloeg dat best wel aan, ja, 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 ja. Maar best wel succes eigenlijk. Ja, hè, om, ja. Want ik weet, de meeste mensen die klapten wel. En de, ja, ja, zeker, de burgemeester, daar klapte zich de bloren in de heen. Ja, ja. Hoor, ja, Thomas, wat hij klapt. Oh, ja. Nu klapte hij eigenlijk wel overal voor, geloof ik, maar... Ja, maar dat wordt toch wel tier dat we dat ook een soort hebben metgemaakt. Ja, precies. Dat vind ik toch echt wat chic. Maar daar nou hebben ze ook gewoon niet meer gevraagd. Nee, nee, dat hebben ze niet meer gevraagd. Nee. Dat is ook niet meer doorgezet, die trend die we erin hebben willen brengen. Ach ja, ja, wat maakt het er goed? Luister, wat hebben we dit jaar? Kinrooi, hè? Dan? Kinrooi, Kinrooi. Moet ja. Dan moeten we even weer op ons kivieven zijn, hè? En voor de zaak op scherp zitten, dat het niet misgeet, hè, jongen? Centimeter, hè? Je zult hem toch moeten organiseren, ja, hè? En dan ook nog veel belangrijker, dat Europees schutterstraffen. Nee. Oh ja, als ik let op, want dan ben je helemaal dan de handen. Dan kent ze van ganz Europa door. Nee, dat willen we niet hebben. Kom, we gaan er van tussen. Want ik zie hier, die hebben ook een schoon orkestje zitten, weet je wel. Hè. En ik geloof dat die gaan nu dadelijk gaan die een medley gaan die spelen. Een medley? Medley, oh. Ja. Ja, maar medley. Oh, dat heb ik gewoon schuurd. Lee Towers, als ze daar belt. Hè. Ja. Ja, dat neem je op, zo. Ja, medley. Oh ja, ja, dat bedoel ik. Ja. Dat bedoel ik, ja. Was vroeger een machtig spel. Toen begroet, het ging me duk te snel. Als klein meisje, het was prachtig verteer. Het ging duk om centen en plezier. Maar op vandaag zakkerloot. Gij de toch om leven en doet. Met het mens geslepen, zit ik aan tovelkloor en voel ik me als Roger Moore. Want ik betoep dich en dich betoept mich. Ik weet het is niet goed, maar bedregen zit je me in het bloed. Door is geen tweede keer, dus laat me, laat me. Leef je mijn leven anders als de rest. Kepjes voor de mond en ook child molest. Zonder jeugd blijf ik altijd eindwicht. Dus laat me, met mijn verbouwd gezicht. Ja, laat me, laat me. Laat me eindelijk met rug. Ik was ongelukkig en lonely at the top. I'm Wacko Jacko, the king of pop. Dus laat me, ja laat me. Oh laat me, ja laat me. Thank you.
dansen is de sensatie in het Leudal. Politiek gezien een heel apart geval. Want CDA en Ronjoet Oppe moeten altijd op Mart brieven hopen. Ik zeg, hey Mart, dat is best apart. Ik zeg, hey Mart, dat is heel apart. Paul Vogels en Tje van Wagemans maken zonder Mart geen enkele kans. Altijd komen ze eindstum tekort en ligt je coalitie weer aan gort. Ik zeg, hey Mart, dat is best apart. Ik zeg, hey Mart, dat is heel apart. Want de Mart, de Mart, de Mart is zo apart, apart, apart. Ja, de Mart, de Mart, de Mart is zo apart, apart, apart. Ja, de Mart, de Mart, de Mart is zo apart, apart, apart. Ja, de Mart, de Mart, de Mart is zo apart, apart, apart. Ja, de Mart. Het laatste weekend is sure. Kan ze dubbele bloed, neem eens lief toes, neem eens kun je een biertje later. Want de schorvele types maken dan rock and roll theater. De schorvele types, hier loopt men nog snel. Wel de eerste keer in het nieuwe La Rochelle, weer ontmeld op vitaal, hier en daar een beetje kaal. Groot me niet op zin, schoffel moet het van dat wachtomgang in de secuur. Ach, dus, ach ja, minimale wachtbeleving, hè. Moet ook dat gewacht hoor. Nou. No. Ja, maar dat is inderdaad. Het zit niet echt op, maar... wat doen we ermee, hè? Och, ik brei nog een tour. Brei doen nog eens even. En dan moeten we die jongen echt maar kijken wie we het dan precies aanpakken. Ja.
Heb ik het filmpje strook tussendoor, weet je wel. Ja, denk ze dat dat nog interessant is? Ja, ja, volgens mij is dat best wel leuk nog, weet je, omdat het een beetje historisch is. Ja. We hebben er 25 jaar geleden. Ja, dat is ja, wel we hebben filmpjes gehad, hè. Ja, we hebben filmpjes gehad. Dat is een Pielig en zo, dat is toch al lang geleden. Ja, ja, ja. En Jan ja. van der Cirkel, dat duidt het volgens mij ook wel. Ja, ja, ja. Ja, dat zijn toch ook ja, ja, ja. Ja. Niet te vergeten, ja. Ja, ja, dat is wel leuk. Ja, kijk, en dan moeten we er nog het voor de lezer bier doen of zo. Of weet je, ja, ja. Het actueel, zo, zo, ja. Gemeen, want ik ken ze de ganse tijd erop diep kallen. Hé, hey, maar luister, ja. Volgens mij... Is er al eens, ja, volgens mij is er wel. Ja, dat is de gans. Ja, het zal toch ook een handje wel... Maar luister, dan komt ze toch een beetje op orde. Nood. Hebben ze wel een orde op het programma, dat bedoel ik. Oort en nu hebben ze dat. Oh, oké. Okay. Ja, bedoel, je moest toch een naam hebben. Hè? Ja, als de Carpe maar wel niet komt, Jan. Ja, huh? Ja, dat, de Carpe, dat komt niet. Nee? Nee, daar zit je lang bij de ondergrondje. Ja? Mm. Ja, dat hoop ik wel, joh. Ja. En ja, ik weet, en weet wat het oog is, hè. Kijk, we zitten nu in Gokkel, hè. En daar had ze, vroeger had ze door de melodie, cabaret, hè. En wij zijn, ja, met, niet onbescheiden mee nu, maar we zijn daar toch in verder gegaan, zou ik maar zeggen. En het soort pot voor u ook leuk zijn als ze nu nog eens gaat van die jonge gasten zo, joh. Ja, ja. Die zachte van jongens, kom op, zetten de boel ons op. Weet ja, ja, dat zou ik zeggen. Ja. Dat is de bedoeling. Kijk, en dan Chris weer, Oort en Nu. Ja, ja. Nu, het zoals ja, 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 ja. Oh, nu snap je. Het is een beetje zo'n dubbele bodem. Ja, dat toch? Had ze negen dag, hè? Nee, dat had ik negen dag niet. Dat negen dag, ja, je, nee. Ja, volgens mij moet het. Oh, ze is wel. Hé, nou zeg. Dat werd cheat. Dat is toch goed, met de regen. Nou, ik ga wel eens even kijken, ja. En zeg het eens. Hoeveel krijgen we? Bewijzen van uitzondering, hoge uitzondering, heb ik uw aanvraag kunnen bekijken. Want ja, je moet maar weten, ik heb het ontzettend druk. Ja, 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 ik weet dat ze druk is, maar... Nou, je moet weten, we hebben in de gemeente natuurlijk ontzettend moeten bezuinigen. Maar dankzij onze tovenaar staat de gemeente niet meer onder curatele. Ja, ja, ja. En... maar jammer genoeg is alle subsidie vergeven aan de Stichting Kunst en Cultuur. Mm. En uiteraard ja. Aan de cultuurtempel in Heidhuizen de Bombardon. Ja. Oh. Ja. Maar toch nou. Heeft de subsidie, ja, de Bombardon. Bombardon. Ja, ja, ja maar, omdat jij het ziet, heb ik natuurlijk hemel en aarde bewogen om ergens geld te vinden. Ja. En ik ben alle putjes nog gelopen. En uiteindelijk hebben we natuurlijk in het putje beginners een aanmoedigingssubsidie gevonden voor maar liefst 100 euro. Wat bleef? Ik huur wel niet goed. 100 euro? Nee. Een aanmoedigingspremie? Een aanmoedigingspremie. Ben je er met de stoppen dag of niet? Ja, nou, ja. Dat kan. Nou, dat kan. Nee. Dat hebben wij niet van met zwart hoort maar. Dat kan we eigenlijk niet doen. Nee, dat kan ik niet doen. Aanmoedigingspremie op onze leeftijd. Nee. Nee, dat kan we niet doen. Nee. Nou, dat doen we toch weer niet. Nee, vind ik ook. We gaan het even lekker biergekletst. Ja, dat is waar. Ja, zo was ik eigenlijk ben ik er ook best wel blij om. Ja, ja wie zo? Ja, we moeten allemaal die teksten leren. Ja, ja, ja. Moet je niet aan ik moet er ook niet aan denken. Ja, weet je, volgens mij zou het wel leuk zijn geweest. Maar ja, als het op deze manier wordt, dan dat is toch goed om te steken. Ja, dat vind ik en, los, we hebben even goed, nog eens even fijn over vroeger. Ja, dat is goed. We hebben foto's kunnen bekijken en zo. Ja, ja. Ach, weet je wat? Hop, naar rommel, hè. Ja, zo is het. Ja, oké. Holland. Een stipje vervuil niet bekend, maar bij mij dat dorpje uitwoonde. De zijde is het schoonste in het land. Ligt voor de wereld vergeten. In kalm en bezadigde rust. In dat dorpje wil ik wonen.
mijn leven, mijn leven. Rocco lief klein aan die dorpje. In ons midden-Limburgs land. Het plekje ooit stond die beestje. Ooit speelde in de zand. Ich heu mir nicht Roggel, mein Derbke, von den Blumen je Bäum in de Mai, van den Bös en den Velje, en van den Zoomen je Bierpe, hey. Roggel leeft klein aan die Derbke, in ons midden. Blackske, ooit zong die weeske, ooit speelde in de zand. Deze speciale Oud en Nieuw. We hebben met vandaag het grootste Sjaarmoed ooit gepresteerd. Dat is werkelijk niet te geloven. Een nog groter Sjaarmoed is hier dat de Lara Sjaal gaan aanbreken en nu gaan opbouwen. En ik heb net ook heel duidelijk de titelrol kunnen zien. Heb je kunnen lezen welke mensen dat er deze keer met hebben gedaan. Want alleen kent ze natuurlijk niks. En Wilma en Rick en ik, we hebben dat al het jaar gedaan. En we hebben eigenlijk het voorrecht gehad dat we altijd met voortreffelijke mensen kunnen samenwerken. Chique mensen, roggelse mensen, duiken ook even van het boetelandje. Zelfs een hoe het heet ze uit met deze keer, meneer Steenvoorde. Maar dat maakt voor ons allemaal niks uit. We zijn ruim, denk ik. Nou, en dat zijn niet alleen chique mensen, maar we hebben ook altijd zeer kundige mensen gehad. Nou, van de muziek, van het cabaret, neem het maar op wat er omheen is. Video, neem het maar allemaal op. En was het eigenlijk voor ons eigenlijk een beetje een probleem, nu met Oud en Nieuw, want we hebben een tijdje gedacht, overwogen hebben wij, om dan te vragen of iedereen met wil doen. He? Dus alle muzikanten, dat er iedereen een nummer met speelde of met het cabaret even mee, of nummer op met filmpjes. Maar ja, dat bleek allemaal praktisch niet haalbaar, dus zo is het dan ook weer gebleven. We hebben het op deze manier gedaan en tot besluit wil ik ook bedanken de Roggelse mensen. En dat je altijd in grote getalen zit opgekomen, dat was voor ons ook erg ziek, omdat we altijd met veel techniek werkten en er dan tenminste iedere keer aan uitkost te komen. En daarom wil ik je ervoor bedanken voor de trouwe opkomst. Want ja, laat eens eerlijk zijn, we hebben dit metgemaakt. Als we 30, 40 man zitten te springen, waarvan de helft roggelsen zijn, ja, dat zit er niet echt op. Mensen, dit waren de laatste keer. Het klusje van ons zit erop. Het kunstje zit erop. We danken u hartelijk. Wij worden peuk. Tot een volgende keer. Yes. En dat mogen we niet zeggen, dus ik zeg u een hartelijk allemaal goed en blijf gezond. Hoi. Dat zijn ze, dat boren ze en dat blijven ze. Ik hou van dich, Roggel, mijn derpke. Van een hinnekind paard in de stal. Wij houden van u, Roggelse mensen. En van uw schoone Roggelse kaal.
Dit is Roggel lief klein aardig dorpje in ons midden-Limburgs land. Het dorpje wordt ons weegs gestopt. Het is het schoonste in het land. Yeah! Roggel lief klein aardig dorpje. Drek de benen. Ja, ja. Oké. Ja, ja, ja. Hey, yo. Ja, de laatste keer. Hoi, yo. Oké. Yo. Hey, hoi, ja. Hoi, hoi.